Jacco, we gaan vandaag boksen! Oh. Maar nou. Één iemand mag een grappler meenemen om te skippen. Bepaal eerst wie. Eva. Nou. Oh, okay. Ja, Eva. Kan ik niet steenpapier sparen? Nee, Eva. Tussen mij en Jacco? Nee, dat doe ik mee. Dan doe ik mee. Als ik win, dan krijgt Eva hem. Oké. Okay. Ik kan hem niet droppen. Echt niet? Ik kan hem echt niet droppen. Daarom staat er ook bepaal eerst wie. Oh, hey. Oh, oké, dan mag Jacco hem niet gebruiken. Nee. Welkom bij mijn derde map van de kijker. Volg @VincentDick, @ItaliaVDutch en @JaccoVDijken op Insta. Nou, shoutout. Maar het meest belangrijke is nog, gebruik supporter creator code DutchTerms. Dit is een box per koe, je ziet vanzelf wel waarom. Veel plezier en gebruik supporter creator code DutchTerms. Ja, dat heb je wel heel goed door. Ja. Ja, goed zo. Yeah, woe. Ga je met alles meedoen welke emote ik ook doe? Oké, wacht. Komt-ie. Wie heeft het meest geld uit? Oh nee, hij heeft ook de vlos! Ik dacht, shit, hij kan me niet nadoen bij de vlos! Hij heeft hem voorbereid. Nee, hij heeft alles die ik ook heb! Hij was er voorbereid dat je hem zou dansen. Nee, oké, die heb ik dan weer wel. Laten we beginnen! De drummajor? Ja, die heeft hij niet. Maar voor de rest had hij alles wat ik ook had. Best wel tof. Hop. Je hebt alle emotes bij langs gegaan. Nee, deze lukt me ook niet, vind ik. Ja, maar wedden dat hij ook vast een emote hebt die ik weer niet heb. Dat is altijd zo. Maar dat geeft niet. Het ging om de fun. Hey, een dino, Jacco. Pas bij jou. Wauw, gaaf. Wauw. Gaat in je dino stel. Wow. Een dino? Wauw, fantastisch. Wauw, fantastisch. Oh, schat, ben je gewoon door dat raampje heen gesprongen? Ja. Oeh, ziek. Waarschijnlijk was die crap helemaal niet voor mij nodig. Maar boxparcours, is dat meer in de zin van dit is een box en in dit hele parcours moet je allemaal dingen gaan doen volgens mij? Ja. Of moeten we aan het eind gaan boksen, dat kan ook. Nou, Jacco, kom je maar even lekker een potje boksen. Ja, Jacco heeft de box emote. Dat kunnen we niet tegenop. Ja. Hier, wacht, ik vond hem toevallig. Waar staat hij nou? Nu ben ik hem kwijt. Ja, hier. Oh nee, dit is de verkeerde. Oh, Jacco, ik ben er ook. Wow, Jacco, dikke T-Rex, jongen. Pas op. Oh, graag. Fantastisch. Oh, daar was ik aan op zoeken. Mocht je nou afvragen waarom, ooit kom je er wel achter. One day. Ooit. Ik vind het wel... Oh, ik wou zeggen, ik vind het wel een leuk mapje. Ik vind hem nou niet meer leuk, ik viel van de cactus af. Ja, jemig. Ik word er ook afgeprikkeld. Ik word er helemaal geprikkeld van, hoe vind je die? Ja, niet zo prikkelbaar, jongens. Ja, jemig. Ja, weer. In plaats van dat ik nou aan die prikkels blijf hangen, glij ik er gewoon vanaf. Ik wou het weer over eten hebben, maar je moet niet op het uitsteekteltje gaan staan, Vincent. Dan flipper je weg. Hoezo wil je het nou in één keer weer over eten hebben? Nou, ik dacht lemon cactus drinken. Huh, hoe kom je daar nou in één keer bij? Nou, dat prikt en dat is ook bubbeltjes. En lemon bubbeltjes. Zeg je nou lemon cactus drinken dat prikt? Ja, er zitten bubbeltjes in, zeg maar. Ja, oh god. Zoiets heet gewoon koolzuur. Dat is niet per se door lemon cactus drinken. Nee, klopt. Dat weet ik. Ik zie Jacco daar al in de winkel staan en iemand die vraagt... Jongeman, mag ik je wat vragen? Hoe kan het dat dit drinken prikt? Ja, mevrouw, er zitten cactus in, hoor. Dat zou zijn. Ik zie het hem zo zeggen. Oh. Dat zou geniaal zijn. Jacco, waarom zie ik me dat bij jou voor je gewoon? Die vrouw dat dan ook nog gelooft of zo. Oh my god. Oh, moet ik even vragen hoor. Even daar vragen. Hoe moeten we dit doen? Ja, geen idee. Ik zit al de hele tijd op. Nee, ook niet. Ook niet helemaal vooraan. Hè? Ja, dat ben de krepler, hè, Eva. Oh, wat deed hij? Oh, ik weet het denk ik al. Ja, gewoon inrennen en op het laatste moment springen. Of course. Je wordt toch die kant op geknald. Ik kan wel zeggen. Jacco helemaal offended. Hebben jullie ooit een fontein gezien die zijwaarts zit? Staat? Geen idee. Ik denk het niet. Op water. Oh, deze is wel leuk. Hier zit echt, in dit parcoursje zit echt alles wat van alles wat. Ja, dat vind ik ook. Van alles doos. Ja, heb je goed gedaan. Ziet er echt leuk uit. Jacco is ook een doos, dus ja. Ja, nou, soms wel, soms niet. Hey schat. Ja. Pst. Hey. Oh, zijn jullie weer bij elkaar, jongens? I can see you. Gelukkig zijn er checkpoints. I can see you.
Nou, wat de laatste sprong en dan ging mijn voorsprong. Ja. Ah, je moet... Oh, dit is heftig. Je moet op de rand komen, zeker. Ja, maar je moet dus niet crouchen, maar je moet meteen door kunnen springen. Nou, laat mij maar dat doen, want dat kan het niet. Hallo, mag ik er even doorheen? Anders... Dat het ook al 10 keer. Ik ben echt blij dat ik deze skin ooit heb gehad. Waarom? Ah, fiets. Ah, ik had het bijna! Omdat ik dit een best wel toffe skin vind. Jacco, skip jij het level maar. Ja? Nee, ja, nee, duurt nee, veel nee, te nee, lang. Nee, nou, schat, ga jij er dan maar achteraan. Ik wil hem gewoon halen. Als jullie gewoon met z'n twee weggaan. Oké, okay, wij zijn geen Jacco moet ook nagaan, shit. We zijn geen cameramensen. Hè? Oh, dat is lullig als je dan bij een parcours net op die checkpoint valt. Ja, van daaronder. Ja. Hebben we al 10 keer geprobeerd, Jacco? Ja, wel vaker. Werden vindt het haalt ons toch nog in. Oh nee, ik glip er niet af. Oh shit, ik ook. Als je het nog niet wist, Jacco die is heel erg geïnteresseerd in dino. Dus mocht jij een dino zijn, meld het je dan aan. Wat ben ik blij dat ik mijn dino skin niet meer aan heb zo vaak. Dat zag niemand. Oh, ik heb hem gehaald! Legit! Oh my god. Hé, hey, en waar zijn jullie? Was ja, gezellig. Ja, van jou. Maar ja. Wij hebben wel op jou gewacht. En dan ga je terug. Expressie. Voor mij mag je terug. Ja, ik kan niet meer terug. Nee. Oh, jawel, we zijn expres hier op jou wezen wacht. Als gemeen vonden. Jullie kunnen gewoon keurig terug. Daar is helemaal niks mis mee. Nee! Oh nee, heb ik de checkpoint gehad? Nee, ik wil niet eens... Please, zeg niet dat ik deze checkpoint heb. Heb je een checkpoint eronder? Nee! Oh nee! Oké, okay, laten we de afspraak maken. Als je daar komt, begin je weer vanaf daar. Laten we dat doen. Ja, maar dat gaat jarenlang duren, jongens. 3 years later. Waar is de crappler? En omdat we de dino's al uitgesloten voor deze die tijd dat hem af heeft. Die kans is er, ja. Die kans is zeker aanwezig. Maar ik glijd telkens van zijn nek af bij dit stuk. Nice. Wat heb je verkeerd gedaan dan, schat? Nou ja, ik misparcoorde waardoor ik dus net echt op het randje kwam. Ja, dat is echt heel pijnlijk. Je had het er net nog over van, oh, wat zo vervelend. Oké, laten we dan nu afspreken. Je mag het raamparcours alleen maar skippen als je hem gehaald hebt een keer. No. Oh shit, dan moet ik hem halen. Oh, wat? Okay. Nee, ik stond bijna op de hit checkpoint. Volgens mij net niet. Ben je ook naar beneden gevallen? Nee, ik liep naar beneden. Kijk, daar schat bij jou, waar jij nu staat, daar heb ik misgesprongen. Rohan, hoe moet je? Ah! Oh nee, wacht, je bent naar beneden gevallen. Nee joh, hallo, ik ga niet helemaal die kant op doen. Wat moet je hier doen? Moet je gewoon in de boom springen? Nee, er zit nog een stenen dingetje aan de zijkant. Oh, verrekt, ik zie hem. Ja, en daar, naar de checkpoint, daar heb ik gefaald. Dus zorg echt dat je op het randje gaat. Ja, shit. Vincent, hoe moet die ene airfan, Jum? Ja, wacht even, ik zit hier in een boom. Wat moet ik hier nou weer doen dan? Oh, je kan in de boom parcouren. Wat moet je doen? Oh, gewoon die airjump. Oh, gewoon inlopen. Eva, je gaat me inhalen. Oeh! Land ik naast of op de checkpoint onder? Oh. Ja! Yes! Ja! Nee, ik ben eronder geland! Nee! Ja. Oh nee, dit meen je niet. Maar ja, je gaat hem toch inhalen, want ik zit nog wel een uur vast bij de airfan. Dit meen je niet. Oh, wat zuur. Ik heb de rap ook al gehaald. Och. Goed zo. Nou, Jacco, jij even naar beneden mieteren, dan weten we dat we sowieso jou af kunnen strepen. Oh, Vincent is ook naar beneden. Ja. Dat zeg ik net. 3 keer. Dat zeg ik net 3 keer. Ik ben ook naar beneden gemieterd. Ja, ik was even in mijn eigen wereld. Ja. Wat heb jij gedaan met deze airfan? Ja, maar Jacco, ik heb nu een beetje onder de knie wat ik hier moet doen, hè. Dus pas maar op, joh. Maar ik geniet wel van dit mappie. Vind je het wel leuk? Beetje zo'n uitdaging. Nee, die airfan had ik de vorige keer in 1 keer gehaald en nu haal ik hem. Door jou. Geef mij maar. Oké, ik skip het raam. Doei. Oh, er zit nog een andere airfan. Dat zag ik niet. Er zit een derde. Dat zag ik dus echt de hele tijd. Oh my tijd god, gewoon. Kom je daar nu pas achter? Ja. Jacco, ik vind dat je beter op safari moet gaan de volgende keer. Nee, ik ben nu op safari in Fortnite aan het gaan. Hé, dat waar ik net faalde, hier... Heb ik niet gehaald. Oh, nu ga ik het weer spannen. Oh, fiets. Pas op hoor, daar viel Vincent naar beneden. Ja, je moet in de boom moet je... Oké. Oh nee, shit! Ja, dat had Vincent ook. Ik zeg ook nog van, ja, ik zie het, maar ik keek gewoon zo scheef dat ik dacht dat dit de checkpoint was. Hop. Nou jongens, ik mag weer helemaal opnieuw.
Echt? Ja, ik had niet gezien. Ik dacht dat het een checkpoint was. Als je nou een crapler had gepakt aan het begin, dan kon je meteen skippen naar dit level. Dat, ja, maar ja, dat, hoe kan dat? Ik bedoel, nou, eigenlijk, ja, als je slim bent, daar bij die andere dino, als je weer naar terug springt, kun je een crapler pakken. Je kan helemaal dat boomstonkie uitlopen. Hoppa, impulses, let's go! Hoppa, ook gehaald. Easy peasy. Oeh, nice, ik heb hem eindelijk. Oh, je moet springen! Dus nu ga ik hier voor de tweede keer in. Nee! Uh-oh. Getriggerd. Ja, dit is echt heel zuur. Nee. Jongens, tegen de boom aan zit ook een checkpoint aan het begin. Moet je die al pakken? Wat? Zit je. Kijken. Nee! Yes, Joko! Nee! Ik moet nog verder terug als jullie. Ja, lekker voor je, Jacco. Oh nee. Daar hoopte ik op, Jacco. Ja, daar hoopte ik stiekem ook op. Kijk, ik kan de Rabaku niet skippen. Ik ook. Jacco niet. Je zou maar niet kunnen. Ook gehaald. Helemaal niet. Fiets jij ze net een boom in? Nee, maar ik heb niet zelf besloten dat ik moest skippen. Dat heeft Vincent bepaald. Anders ging ik wel door dat ik hem ook had gehaald. Eigenlijk niet waar. Jawel. Nee, Jacco, niet zo huilen. Oké. Ik ben echt een man, dus het, Nou, dat bedoel ik. Echt maar als dit echt niet lukt, kunnen we altijd de crapler nog pakken. Maar dan moet je hem alleen eerst het gedeelte even opnieuw doen. Hartstikke jaloers. Ik ben weer bij de beruchte boom. Oh, wacht op mij dan. Dan laat ik je het zien. Ja, nee, ja, ga niet wachten. Oké, nee, dan niet. Je kan namelijk dat hele stukje kan je uitrennen. Dus dan is dat, die jump is eigenlijk heel erg makkelijk. Oh, ja. Jemig, maar dan moet... Oh, je moet nog een heel stuk! Ik dacht ik had gehaald. Ik zei al, maar toen... Dat hoorde je. Jammer! Jammer! Je hoorde mij niet, hè? Zo trots. Hey, Jacco, ik loop boven je. Echt? Ja. Nou, poging 3. Schat, als een van ons dit keer weer naar beneden valt, dan gaan we een dingers halen, hoor. Krappelen. Ja. Dan ben ik er wel klaar mee. Ja, Eva viel naar beneden. Nou, en? Helemaal niet. Niet op het, je viel naar beneden, maar niet op een checkpoint. Ja, moet je gebruik van... Hey. Spring nou, jemig! Maar je hoeft niet per se met speed te springen. Nee. Dat is een goede tip. Mijn speed ging weg. Ik ben echt benieuwd naar het midden eigenlijk. Oké, ik ben er klaar mee. Ik ga een ding eens halen. Ik ben naar beneden gevallen. Oké, ik ben eindelijk bij dat hoofd waar ik kan skippen. Oh my god. Oh my god. Jongens, mag de raamkozijn alsjeblieft skippen? Oh, ik ben op het checkpoint gevallen. Ja, ik ben op het checkpoint gevallen. Hé, maar weet je, ik ben wel op het checkpoint op het begin gevallen, dus ik ga een crapple pakken. Oh, echt? Vincent, ik zei van ik ga hem skippen en toen kijk ik nog één keer en ik heb hem nu legit gehad. Waarom geloof ik dat niet? Ik heb een crapple, jongens. Je kon achter je kijken, dat was je nou precies mooi door de deur. We zijn hier allemaal bij elkaar. Mag je ook een crapple pakken? Nee, jij bent nog niet twee keer af geweest. Ja, ik viel naar beneden. Maar je moet wel bij de degene zijn waar je bent geëindigd. Oké, dan ga ik jullie bewust naar beneden springen. Op dat checkpoint, dan mag ik eentje pakken. Oh, maar het is maar 15 keer gebruiken, hè? Ja. Meen je niet. Oh. Oeh. Yes, ik heb hem gehaald! Oh, lekker, yes! Even. Wat, ben je bij de finish? Was... Nee. Maar deze was heel heftig. Oké. Okay. Oh, je bent boven mij. Hey, hi. Oh, verdorie. Hup. Oké, dit is niet zo heel moeilijk. Oké, ik ben weer bij het volgende. Eva, hoe moet die boom? Wacht, die kijkt vanaf mee boven. Moet ik op die steen daar? Ja. En dan moet je dan naar de platform. Naar de checkpoint. Pas op dat je niet naar beneden valt, hè? Want dat had ik de eerste keer. Dit is ook niet zo heel moeilijk. En dan moet je daar op die... Gewoon ergens op het midden... Nee. Ja, en dan moet je naar de andere kant. Wacht, ik kan zo kijken. Oeh, thanks, map maken voor de tip. Oh, nee, ik glimmer bij dat tak. Oh, maar heel riskant, ja. Je kan... Hey! Oh, ik ben bij ijs, schat! Wat? Ik ben bij ijs. Oké. Oh, ik kwam op de rand! Ik kwam op de rand als het goed is! Oké, ik heb de boom. Ik heb de boom. En ook, ik heb die andere ook. Ik ben nu bij de impuls. Ik heb de boom. Huh? Waar moet ik heen? Checken waar je naartoe gaat, want anders... Wow! Nee! Ik
ik ben op een checkpoint lager gekomen bij de speedrun. Maar je moet wel iedere keer bij de plek toe zijn. Ik krijg ook liefde van de mapmaker. Een hartje. Yup. Hey, schat. Ben je bij mij? Zo snel? Je hebt niet gekreppeld. Hey, schat. Nee, Vincent is het krabbelen, dus weg. Oh ja. Oh nee, dit meen je niet. Ben ik op dit stomme checkpointje geland? Dit meen je wel! Oh, en ik moet echt zo'n heel stuk! Ik moet ook dit hele stuk uitlopen voordat ik een Kepler kan krijgen. Dit is trouwens het laatste level waar ik nu ben. Oh, netjes, schat. Ik hoop dat je naar beneden valt op checkpoint 1. Nee. Nou ja, dan heeft ze meteen een grappler, chef. Ja. Ja. Jij bent ook een mooie. Ja, ik hoop dat je op checkpoint 1 valt, hoor. Jacco, dan hebben we nog helemaal geen kans meer. Zowel jij als ik niet. Jacco, laat mij alsjeblieft die grappler hebben. Ik heb nog een kans om te winnen. Ik mis de laatste sprong. Alsjeblieft, Jacco. Ja, oh, je bent echt een topper. Je bent echt een topper. Jij dacht dat ik er nog les minder zou op. Ja, ik ken jou langer als vandaag. Ik wou het eigenlijk ook doen, maar... Waar moet ik heen? Oh, ik moet helemaal daarheen. Dat meen je niet. Ik moet tegen de rand rennen meteen, anders had ik hem gehaald. Oh, het is echt alleen maar rennen en dan moet je springen. Ja. Daar ben ik al heel vaak tegenaan gestoten. Je hebt al vrij lopen, hè? Ik heb de gang vrij gemaakt. Ja, boe. Nee! Ik wist niet dat het daar al eindigde! Nee! Ja, je kan het even aan doen. Heb je hem? Ja. Gefeliciteerd. Heb je hem echt? Ja, ik heb hem. Oh, gefeliciteerd, schat. Het is je niet gegund. Ik bedoel... Je mag crappelen. Wie is Eva eigenlijk? Hé, hey, jongens. Hey, zullen we de wedstrijd tussen ons twee laten lopen, vissen? Ja, voor mij wil ik nog wel een wedstrijd door laten lopen, maar Eva heeft... Ja, ik ben bij level 1. Eva heeft oprecht gewonnen. Ik ben zo fanatiek dat ik gewoon dwars door het raampje elke keer heen spring tegen de volgende muur aan. En mijn tactiek was om te crouchen op den duur. Nou, ik vind het prima. Bedankt voor het spelen van mijn mappie. En iedereen krijgt een fijne vakantie. Ook bij allebei tegelijk in mijn naam openen. Dat is lief. Hopelijk zie ik jou de volgende keer weer bij een nieuwe Fortnite video. Smash even op het duimpje omhoog, zo super awesome zijn. Gebruik altijd, support de creditcode Dutch Terms. Hopelijk zie ik jou de volgende keer weer. En mocht jij een leuk mappie hebben, gooi hem even in onze Discord. Linkje daarvan staat in de beschrijving. Tot de volgende keer en... Ciao!